Een eeuw lang is dit station, Hoek van Holland Haven, het begin en eindpunt van grote internationale treinen. In 1893 werd door de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij dit station geopend. In Engeland startte de Great Eastern Railway een bootverbinding tussen Harwich en Hoek, the gateway to the continent. Vanaf Hoek kon men per trein doorreizen naar bijvoorbeeld Berlijn of per luxe Rheingold naar Zwitserland. Hoek van Holland was door de ideale ligging veel populairder dan bijvoorbeeld Vlissingen, waar ook overgestapt kon worden van boot op trein. Na de Tweede Wereldoorlog kwam concurrent SMZ uit Vlissingen dan ook naar Hoek van Holland met haar bootverbindingen. In 1947 werd door de NS een nieuw station Annex Terminal gebouwd, waarna de groei doorzette. De kopsporen op het station stonden steeds vol met internationale treinen met eindbestemmingen Hannover, Keulen, Oostenrijk of Noord-Italië. 3 jaar lang vertrok hier zelfs de Orient Express. Opvallend was ook de Hoek-Warschau Express naar Warschau en Moskou tijdens de Koude Oorlog. Dit was tevens de laatste internationale trein in 1993. In de jaren daarvoor waren de andere internationale treinen al opgeheven. Dit kwam grotendeels door de komst van de auto, die ook al enkele jaren mee kon met de boot, en het vliegen dat ook steeds goedkoper werd. Tot 2006 reed er nog een Intercity, de boottrein, naar Amsterdam, maar sindsdien zijn de meeste sporen en perrons niet meer in gebruik. Alleen een sprinter tot Rotterdam reed er nog tot 30 maart 2017. De NS stopt na 31 maart op deze lijn met rijden omdat de MRDH, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, heeft besloten om van deze lijn, wat altijd een treinverbinding is geweest, een metroverbinding te maken. En dat is eigenlijk de reden dat wij stoppen met het rijden van treinen hier. Nou, vandaag zijn extra ritten met historisch materieel. Dat is ingepland omdat we merken dat, dat deze lijn na 125 jaar rijke geschiedenis eigenlijk wel wat extra aandacht verdient. We merken dat er bij mensen toch wel wat emoties loskomen. Nou, daar spelen wij dan ook graag op in, want wij vinden dat deze lijn toch wel wat een bijzonder afscheid verdient. En daarom werd er tijdens het afscheid op 26 maart 2017 met historische treinen op deze lijn gereden. Waaronder de MAT 46 uit het Spoorwegmuseum. Het is als treinenspotter in zo'n oude trein te zitten, is natuurlijk wel gewoon een feestje. Dat is gewoon iets wat je niet vaak meemaakt. Daarvoor gaan wij met z'n drieën zijn we wel echt helemaal hierheen gereisd om gewoon die bijzondere treinen te zien. Maar ook gewoon om video's te maken van een soort afscheidsvideo gaan we maken voor deze lijn, zeg maar. Ook was dit het eerste publieke evenement voor de MAT 64 uit het Spoorwegmuseum sinds het afscheid van dit type. Er werden pendelritten gereden tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven en een enkele trein reed door tot Hoek van Holland Strand. Naast het Spoorwegmuseum helpt ook de Stichting Hondenkop vandaag aan deze speciale dag. Zij zetten onder andere de boottrein in. Dat is een speciale trein die vroeger gereden heeft van Amsterdam naar Hoek van Holland. Om daadwerkelijk ook reizigers die naar Engeland wilden op de boot te zetten.
Op 1 april 2017 om 0 uur 32 is na 125 jaar de laatste reizigerstrein naar Hoek van Holland vertrokken. En na deze laatste trein is de RET direct begonnen met het verbouwen van de lijn. De bedoeling is dat de nieuwe metro's vanaf 2018 gaan rijden. We gaan op het moment hier hard aan het werken aan de ombouw. Dus we gaan van een internationale treinverbinding gaan we naar een regionale metroverbinding. In eerste instantie wordt het doorgereden tot aan Hoek van Holland Haven. En de plannen en de tekeningen voor de uitbreiding helemaal naar het strand, die zijn ook al klaar. Dus dan kun je instappen, letterlijk op het strand van Hoek van Holland en doorrijden naar het centrum van Rotterdam. En we hebben de E-lijn, dat is de metroverbinding die tussen Rotterdam en Den Haag rijdt. Die hebben we ook omgebouwd. Dat was voorheen nog een pleinlijn van de NS. We zien aan het succes dat lightrailverbindingen, dat echt een heel succesvol concept is. Precies hetzelfde concept, dat gaan we nu vertalen naar de Hoekse lijn. Nou, als treinreizigers gaan merken dat er straks geen trein, maar een metro stopt. Die metro die gaat er een extra halte bij krijgen, Steendijkpolder. En later ook nog doorgetrokken worden naar het strand van Hoek van Holland. Daarnaast gaan reizigers merken dat de metro vaker gaat, elke 10 minuten, maar de trein nu elk kwartier gaat. En in de spits zelfs elke 5 minuten tot Vlaardingen Centrum. En verder gaan zij merken dat er een directe aansluiting is op het metronetwerk in Rotterdam. Volgende week in Spoorwegen, meettreinen. Wat zijn het en wat doen ze?